We willen gewoon met z'n allen dat ze terugkomen. Maar het is ongelooflijk veel onmacht en verdriet natuurlijk. Ik ben, Mark Dekkers en ik ben al ruim 12 jaar de beste vriend van Sanne. En je bent al sinds maandagavond aan het zoeken, non-stop. Hoe gaat het nu met je? We zijn moe. We zijn allemaal heel erg moe. En we hebben in eerste instantie gezegd, nou, we gaan niet met de pers te woord staan. En we hoeven niet zo nodig met onze snoet op televisie of in de krant. Maar het duurt te lang. Dus we doen dit nu wel om zoveel mogelijk mensen, Sanne en Hebe, in beeld te brengen. We zijn met z'n allen machteloos. Maar ja, hoe ik me voel staat natuurlijk niet in vergelijk met de ouders van Hebe en de ouders van Sanne. We willen gewoon met z'n allen dat ze terugkomen. Maar het is ongelooflijk veel onmacht en verdriet natuurlijk. En wat kun je over Sanne vertellen? Ja, het is een van de meest betrokken zorgverleners die ik ken. Zij is zorgverlener in hart en nieren. Ze doet alles voor haar kindjes. En wat heb je in de afgelopen 48 uur allemaal gedaan? Waar heb je allemaal gezocht? Ja, we zijn toen we de melding kregen dat Sanne kwijt was, zijn we eerst heel de route na gaan rijden. We zijn stapvoets over de vluchtstrook gaan lopen, door de weilanden gaan lopen, door de sloten gaan lopen. We hebben alles gedaan om haar te vinden. We hebben alle binnenwegen gecontroleerd. We zijn bij elke parkeerplaats afslag op de snelweg geweest. We zijn bij elk tankstation geweest. We hebben gewoon alles afgezocht om Sanne en Hebe te vinden. Alle alternatieve routes die ze had kunnen rijden. Maar we hebben ze nog steeds niet. En waar hou je zelf nu rekening mee? Want we zijn nu meer dan 48 uur verder. Ja, voor wat mij betreft zijn er nog steeds drie opties. Ze is van de weg afgeraakt en ze hangt met haar auto ergens in een boom. En dan leven ze nog. Ze zijn van de weg afgeraakt en ze liggen in het water. Ja, dan zijn ze er samen niet meer. Of ze zijn weggenomen door iemand. Ja, meer opties zijn er wat mij betreft niet. En wat zou je nog willen zeggen? Dat als iemand de Kia of Sanne of Hebe gezien heeft, dat ze dat direct laten weten. En als iemand wel op de hoogte is van hun verdwijning of van iemand die daarbij betrokken is, meld het alsjeblieft, bel 112.